Hallo allemaal, wat leuk dat je weer kijkt. Jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe video van Caravan Kamperen. In deze video zien jullie waar we gebleven zijn. De laatste keer namelijk bij de opzetten van de voortent. Dit moest gebeuren met een windkracht 5 à 6. Alle hulp hadden we daar even bij nodig van de jongens. Die hebben dan ook prima geholpen. Zeker. Op elke hoek moest even iemand staan. Stokjes vasthouden en tentdoek vasthouden. Het is uiteindelijk wel gelukt. Dus, het was ook echt wel nodig. Normaal, het was ook echt wel nodig, ja. Je doet het wel eens alleen. Meestal doen we het met z'n tweeën. Ja. Maar dit had niet gekund. Nee. Met z'n tweetjes. De jongens hebben op de eerste dag zelfs ook al het bootje opgezet. Heb ik ook een klein stukje van gefilmd. Er is alleen geen geluid bij. Dus ga ik even nasynchroniseren of er wat ondermonteren. Voor de rest hebben we best wel wat regenachtige dagen achter de rug gehad. Hebben we niet zo heel veel kunnen filmen en gedaan. Dus kijk mee en geniet. Nadat de tent stond, heeft Daan gelijk de zwembroek aangetrokken en is hij hier gelijk al het water ingesprongen zonder na te denken. Hupsakee, erin! Ook moest er gelijk lucht in het bootje. Het bootje moest al opgeblazen worden, dus en daar zijn ze hier dan ook al druk mee bezig. Ook hebben we gelijk het windscherm opgezet. Er stond een behoorlijke wind die toch redelijk op de tent beukte. En dit opblaaswindscherm van Obelink is behoorlijk sterk. Als je hem goed opzet, goed de scheerlijntjes strak zetten, van onderen goed strak aanspannen. En dan kan hij een behoorlijke wind hebben. En dat scheelt wat gebeuk op de tent. Wat zegt u? Ik denk dat we iets naar achteren moeten gaan zitten. Ja, zit je wat meer uit de wind dan? Ja, ik denk het. Ik voel me zo waaien in mijn nek. Wat ben je aan het haken? ik doe een poging om een caravan te haken. Nou, dit is toch wel een beetje hobbyachtig al, hè? De hobbykleur? Ja. Ik weet niet of het lukt, hoor. Ja, maar waarom zou het niet lukken? Ja, nou, je weet het niet. Misschien is het niks. En ik dacht, dat ga ik even proberen. Ik dacht, misschien is dat wel leuk voor in ons kastje. Oké. Okay. Ik heb vreselijk veel opgebouwd voor 3 weken. Doe ik anders nooit. Het is altijd luifeltje of opblaasteentje. Doe ik nooit. Of anders wel de voortent, maar niet zoveel meuk erin. Ik heb zelfs kastjes, we hebben zelfs een kastje gekocht. Nou, dat is iets wat ik toch al in geen 30 jaar meer gehad heb. Het viel me wel op, hij is lekker wat hoger. De kastje? Ja. Ja, ik zal straks eens even met jullie door de tent wandelen. Het was vanmiddag best nog wel een gedoe om hem op te zetten. Met de harde wind.
Dus eerst overal wat lijntjes eraan en dan op spanning zetten. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Hij staat mij redelijk naar het zin. Niet helemaal zoals het hoort, maar ik vind het wel oké. Okay. Daar hebben we onze vriend Daan. Met je zonnebril? Met mijn zonnebril die ik terug wil hebben. En Daan is al heenvaren geweest. Ja. Samen met broer Lief. En waar is broer Lief? Alleen weg nu? Ja. Oké. Okay. Met roze benzine. Met roze benzine? Ja. Ja, we hebben er even 102 ronden in gedaan. Ja, maar gaat het ook sneller? Ja, dat gaat ook sneller. Ik merk er niks van. Daar gaat hij al. Broer Lief gaat dag eens over het water, achter de bootjes langs zo daar. Ja. Kan je misschien nog net zien. Ik hoor hem al wel. Ja, het lijkt... Maar goed, we hadden het over de voortent. Het lijkt net een tweetak, die schreeuwde ook. Het staat mooi voor 3 weken. Ik heb er ook plastic in gelegd. Zodat we geen natte voeten krijgen, want het wil behoorlijk regenen aankomende week, is de voorspelling. Wat er van waar is, weet ik niet. Ik hoop niet dat het zo is. Maar voor het geval dat heb ik er toch plastic in gelegd. Mag ik een flesje halen? Jij mag wel een blikje, ja. Oh, zijn het blikjes? Ja, het zijn blikjes, ja. Dus ik zal straks eens even met jullie door de tent lopen. En kijken wat ik allemaal op heb gehangen. En ik moet nog wat ophangen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar dat komt morgen wel. Ik heb de indruk dat we zo binnen gaan zitten. Daar is de tent van Niels. Die gaan we morgen opzetten, doen we vandaag niet meer. Nou, welkom in onze voortent. Zie al hier, onze schöne Küche. Poem. Nou, in de hoek, ja. Toch maar beter mee verlegen dan zonder. De klimakachel, mocht het koud worden, dan kunnen we hem aansteken. De meterkast. Ja, dan hebben we toch een kastje gekocht bij Obelink. We konden het niet laten. Ik denk, ja, is misschien wel handig voor 3 weken. Want normaal, als we wat koken, dan pak ik het gasstel hier uit het serviceluik. En als we klaar zijn met koken, dan ruim ik het eigenlijk gelijk weer op. Maar goed, we staan hier nu 3 weken op dezelfde plek. Dus het kan dan mooi blijven staan en dan kunnen we daar een keer een... Eitje koken, pastaatje koken. Wat zit je te denken? We hebben de airfryer nog nergens geïnstalleerd. Nee, maar die zal er ook wel bij kunnen staan. Die kan hier ook staan. Die kan daar ook staan. En dan hebben we hier onze coolbox, hybrid cool. Onze compressorbox. Voorzien van de nodige frisdrank. Zo zet ik ook altijd wat extra staanders op. Het is een aluminium frame. Eigenlijk hier op de wind kun je maar beter een stalen frame hebben. Goed, ik heb gekozen voor een aluminium frame met extra staanders erbij. Daar een staander. En dat heb ik in die hoek ook. Daar een extra staander en daar een extra staander. En zo kan je de tent eigenlijk super strak opzetten. Dan ligt er nog een extra dakligger in. En daar ook, dat zit er wel standaard bij. Nou, en zoals jullie zien is het gemonteerde tochtstrookrail. Doet prima zijn werk. Dit is stukken steviger dan de plastic gootjes van Hobby zelf. Dus daar ben ik wel blij mee. Nou, dan heb ik hier nog een driedubbel stopcontact zitten met wat laders erin. Eentje gaat onder het tapijt door. En je zit hier aangeklemd. Nee, als je hier zit met je laptop of de telefoon wil je opladen, dan kunnen we hem daar opladen. Dus daar hebben we dan ook stroom. Ja, het is eventjes wat werk, maar ja, ik ben er dan ook wel weer blij mee. Ik moet nog even een lampje ophangen, hier zie ik wel. Hier komt de tv nog te hangen. Dat zal ik zo ook even gaan doen. Ik zal eens even kijken of ik signaal heb. Wat is dat? Bij mijn ouders, hoosbui. Oh, kijk eens. Foto's uit Enter. Daar regent het pijpensteden. Hier schijnt gelukkig het zonnetje nog. Even het hoedje op, anders dan verbrand ik. Hey. Dus er wordt even een foto teruggemaakt naar het thuisfront. Naar oma, dat hier nog steeds de zon schijnt.
En dat het hier nog steeds lekker weer is. Ik heb het windscherm ook opgezet. Dus daar waait een behoorlijk windje. Noordwesten. Nou, en dan komt hij van die kant. En daar is het IJsselmeer, die ginse kant op. En daar komt dan de wind vandaan. Dus nou ja, het windscherm opgezet. De Overlink Zip. Easy Air. Ja, die staat ook zo. Staat best stevig. Kan behoorlijk wat wind hebben. En ik denk dat we naar binnen gaan verhuizen. Ik ga de televisie denk ik eens even pakken. Die hangt hier. Dan nog even terug naar ons kastje. Ons kastje is geüpgrade. Met wat leuke foto's erin. Van onze vorige busnekerven. De jongens toen ze nog klein waren. Vissen mogen ze graag doen. Onze eerste caravan. Dat is trouwens op Lanzarote, dus niet op de camping. Voor de rest is alles camping gerelateerd. Daar waren we op het Drijlende-Eck. Als jullie een paar vlogs terugkijken, dan kunnen jullie dat wel zien. Stonden we op camping Het Hemelke in Hulsberg. Daar hebben we ook wel een vlog van gemaakt. Onze oude Knaus Zuidwind. En dan staat daar Helene met ja, een bekende Nederlander. En misschien voor jullie een iets minder bekende Nederlander, maar voor ons wel een bekende. DW van DW Vlogt. En Sander Jansson van de RTL Kampeerprogramma's. Helene heeft hier alle vragen goed beantwoord op een of andere caravan quiz. Met behulp van jou natuurlijk. Met behulp van mij. Maar de slotvraag was: hoeveel caravans er in Nederland stonden geregistreerd? Ja. Dat was de laatste vraag. En toen waren er volgens mij nog met z'n vijven. Ja. Boven. En toen antwoordde ik 125.000. Zoiets. En ze zaten volgens mij heel kort volgens bij. Volgens mij staan ze wel op hoeveel het er waren. Ik was er in ieder geval. Nee, 425.000. 425.000. Oh, ik dacht. Nee. Ja, er staat er 425.300 zoveel. Okay. Dus ze zat met 425.000, denk ik. Zat ze gewoon heel dichtbij. En had ze een prijs gewonnen. Ja, oh, die ligt hier nog. Oh, en die beker die is trouwens ook mee. Ze heeft hem daar in de handen. Dat is een beker van Rebel. Van Rebel. Een mooie thermosfles. Ja. Dus gewoon een. Ja, bij DW Vlogt. DW Vlogt is ook leuk om te volgen. Ik volg hem graag. Is een man die met een camper rondrijdt en rondvlogt. Dus misschien kunnen jullie die ook wel volgen. Dus dit is ons kastje met een lampje erin natuurlijk. Zo. Om misschien met een lampje iets mooier te zien, denk ik. Nou ja, de rare glazen zijn eruit. Nou, Oost-West Camping Best. Nou en hopelijk komt hij onderin, als het lukt. Komt daar de gehaakte versie van de hobby. Van de hobby van caravan kamperen dus. Nou, we hebben inmiddels beeld. Hoe is het beeld nou? Nou, het beeld is goed. Heb je nou de tv vastgemaakt met touwtjes? Ja, de tv hangt vast met touwtjes. Makkelijk, hè? Je bent niet goed. Hoezo niet? Zo staat hij niet in de weg. Hangt hij niemand in de weg? Ik kan hem zo pakken en ik kan hem weer naar binnen toe hangen. Dus, daar heeft je vader over nagedacht. Ja.
En Maarten ook. Veldjes staan goed vol. Ja, en de zeestern ook. Zeestern, zeekurken. Toch wel gaaf. En Leentje is ook nog steeds er. Leentje, ja. Hallo. Hallo. Hier liggen de boten van Friesland Boting. Zouden die niet verhuurd zijn, joh? Huurjacht, nou, maar ik denk dat die morgen weer gaan. Op zondag, dat lijkt me toch ja, niet? Ja, dat denk ik wel. Oh. Tankstellen. De huursloepjes. De huursloepjes. Allemaal marilbootjes. Ik heb zo vermoeden dat Niels daar eens bij is. Hier in de verte zien we rubberbootjes. Een stuk of 3-4 bij elkaar. Nou, die heeft mijn joekel. Nou, daarin gaan wat bootjes. Ik zie het niet goed, maar hij zit erbij, dat weet ik zeker. Wat gaan ze hier blauwe hart, joh. Ja. Ja, daar zitten ze er net achter. Nou, dit zijn de watervilla's. Prachtige huizen hier aan het water. We staan er al een aantal jaren. Allemaal uitzicht op het water. En ze hebben allemaal dit uitzicht. Nou, is dat niet prachtig? Och, kijk toch wel een mooie. Hier liggen allemaal optimistjes. Ze geven hier zeiles. Zullen we vast nog wel op de film krijgen. Kijk toch, die tweede. Wat een mooie. Ja, daar ligt hier mooi spul genoeg. Is het nog wel een... Ja, we hebben het probleem niet dat we de boot moeten verkopen. Dan verkoop je toch gewoon de boot. Of ken je die reclame niet? Ja. Even een keer... Even een rondzwaai maken. Het is een enorm lange camping. Ik denk als je een rondje gelopen hebt dat je een kilometer of 2 verder bent. Ja, het is bijna een kilometer. 990 meter geloof ik. Ik hoor weer wat. Motorretjes. Ja, daar komt Niels wel aan dansen. Zips Kickstart. Dit zijn de achterste kampeervelden. Ze hebben hier helemaal een nieuwe... Nieuwe beschoeiing langs. Ja, ik wou zeggen, hoe noem je het? Hier, er staat nog een Airstream. Wat is dat? Amerikaans of zo? Grappig. Vorig jaar... Hadden ze hier zoveel wateroverlast, weet je nog? Ja, het is hier als het regent, is het hier wel verschrikkelijk nat. Staat het water nou zo laag of ligt er aan mij? Nou, het staat niet lager dan normaal. Nou, volgens mij wel. Nee hoor. Nou, dit zijn ook wel leuke kampeervelden. Allemaal een beetje uitzicht op het water. De bootjes liggen hier aan de kant, surfers.
Dan gaat nog een optimistje op zijn kop. En nog een kampeerveld. Maar volgens mij stond Maarten hier toen. Ja, hier op de hoek heeft Maarten alles gestaan. Ook in het hoogseizoen geboekt. Geluk bij een ongeluk, door een annulering, had hij het mooiste plekje van de camping. De jongens gaan nog steeds naar ginds. Ze gaan loeihard. Kijk, het ondergaande zonnetje. De camping staat goed vol. Ondanks het hele slechte weer in Nederland is de camping chockvol. En nog een mooi kampeerveld. Mooi groot veld. Plekjes op de kuilaat zijn niet al te groot. Onze caravan is 7,5 meter, maar het past er allemaal net op. Daar is gewoon gras van 40 centimeter hoog. Ja, er zullen wel een seizoen staan. Maar dit zijn ook mooie velden. Achter ons nog weer wat kampeerplekjes. Gras is overal wel mooi groen. Ja. De laatste jaren was het alleen maar dor en droog. Nu heb je nog een konijn en een eend. Dan hebben we hier nog een hele laan. Dat is helemaal dichtgegroeid nu, zie je. Kampeerveldjes. Toen we hier jaren geleden stonden, was het nog helemaal leeg. Was het kaal. Ja, de boskage is wat hoger geworden. En er staan wat meer chaletjes. Zie je dat? Ja. En wacht ook. Ik denk zomaar dat op den duur hier ook chalets komen te staan. Het is ooit begonnen met 1 of 2 chaletjes daarachterin, maar het is inmiddels wat voller. Deze stond hier ook vorig jaar. Nou, gooi met braanrood. Dit zijn wel weer wat ruimere plaatsen. Zullen het er 3 zijn? Nee, ik denk het niet. Nee, er zijn 2 plekken. Daar nog een of andere opblaastent zo te zien. Een Dorema opblaastent. Ik ben er niet zo heel kapot van. Oh, mooi bus. Wel een mooi busje. Voor motion. Ja, dat kost in Duitsland niet zoveel. Die betalen stukken minder dan wat wij doen. Favorietje. Leuk. Ja, mooi campertje. Favorietje. 1, 2, 3. Mooie camperbus. 5, 6. Buscamper. Die hebben daar een wasmachine staan, zag je het? Mooie Isabella Penta tent. Hier hebben wij ook al eens gestaan. Was het deze, ja? Ja. Daar ging ze in het hoekje. Ja. En voor het geval Wiljan kijkt, weet je nog? De waterslang. Oh ja, hier was Wiljan met de waterslang. Ik denk dat Wiljan dat nog wel weet. Inmiddels staan er echt veel chalets.
Nou, hier een hele verdrietige tent. Een hele verdrietige tent. Hey, hier, ja, de wc is rechts, ja. Dit is het wat oudere toiletgebouw. De douches. Hallo, wastafeltjes. Nog meer wastafels. Hier zijn de douches. Gebeurt met een SEP-kaart. Nou, het is een wat oudere toiletgebouw, maar hij doet het prima. Nou, zoals beloofd zou ik nog even bij jullie terugkomen. Er wordt even verlichting boven me gehouden. Daar zit de verlichtingsmevrouw achter een borrel. Ik ben de video aan het afmonteren dus. De regen tikt zachtjes op het tentdoek. We gaan hem zo meteen afmonteren. Dus we vonden het leuk dat jullie weer keken naar onze video. Geef het een duimpje. Abonneer je op ons kanaal. Het is geheel gratis. Ja, en tot de volgende video. En dan zeggen wij doei doei. Tot ziens.